En ik heb nu gevraagd of ik op Fleur mag, of dat een van ons mee moet op de fiets. Ik heb net gevraagd of jullie vonden dat Laurent moest galopperen. Ouders zeiden vroeger altijd van ja, social media is vet gevaarlijk en zo. En ik snap natuurlijk dat er een gevaarlijke kant aan zit. Helemaal in de bush. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Over 2 dagen vlieg ik naar Portugal. Daar ga ik namelijk backpacken met 2 vriendinnen. Maar voor die tijd moet ik nog 2 video's hebben opgenomen. En daarom heb ik voor nu een volgers bekijken, de volgers bepalen, de stalavond van mij en Laurent. En als eerste heb ik op een poll gezet, moet Laurent een rijbroek aan of een gewone broek? En heel veel mensen zeiden een rijbroek, dus Laurent heeft een rijbroek aan. Yay! En vervolgens heb ik gevraagd of ik een korte broek aan moest of een rijbroek. En ook iedereen zei een rijbroek, dus ook ik heb een rijbroek aan. En nu heb ik zojuist nog een poll op Insta gezet. En daar staat, moet Laurent of Nienk Contessa uit de wei halen? En er staat nog geen minuut online. En er staat nu, Laurent staat nu voor. Dus Laurent, ik denk dat jij Tess uit de wei moet halen. Maar word ik hier een beetje populair of niet? Zo. En dan hebben we nog een aantal dilemma's, want we weten niet wat we gaan doen op stal vanavond. En die zal ik zo meteen ook op Insta stellen. Maar we gaan nu eerst Contessa, of Laurent gaat denk ik eerst Contessa uit de wei halen. Oh, heb je de bouwschoen aan? Zo. Lekker. Lekker, de bouwschoen. Stalneuzen. Stalneuzen, uiteraard. Uiteraard. Kruipneuzen, hè? Met kruipneus. Kruipneus, wat is een kruipneus? Je hebt je knieën gaat straat met je veiligheidsneus die niet uitvalt. Echt? Dit zeg maar, dat rubber. Dat extra dik is. Oh. Wauw. Lekker! Lekker! Bram, wat wil je graag? Ik wil naar buiten. Je wil graag naar buiten? Met Fleur en Tessie. Ja, maar met bepaalde kijkers. Of we dat mogen. Maar dan kunnen we manipuleren. Hoe dan? Heb jij daar tricks voor? Nee. Nee? Ik ben dan niet echt famous, dus. Maar misschien moet je wel gewoon in de bak rijden. Misschien moet dat wel van de kijkers. Oh, heb je dat als optie gedaan? Wat denk je dan dat de opties zijn? Ja, ik denk dat het of een rondje zandpaden of buiten op, in het bos. Ja, klopt. Jij moet eerst Tess pakken, want 80% heeft gestemd dat jij Tess moet ophalen. Maar zal ik dan maar meelopen voor het idee? Zullen we doen? Ik ben Boe Harm en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco. Lekker kontje hoor, lekker kontje. Lekker. Hey, jongens, hebben jullie ooit een jongen gezien in een rijbroek? Zo. Ga eens even, doe eens een switch. En draai om. Poseer, 1, 2. Poseer. Pak je moment. Ja. Zo, pak je moment. 1, 2. Oké. Tessje. Hallo Bart. Hallo Bart. Nou, daar hebben we ons alien. Doe je dat altijd? Ja. Ja? Waarom? Stut. Oh. Wacht, dat mag je niet zeggen, hè? Jawel, jij wel. Vervelend. Wat dan? Kan je er niet in de ogen kijken? Dat jij houdt van oogcontact. Ogen spreken. Zo. En wat zeggen Tess ter ogen? Tess zegt ik wil eten. Oh. Dan zeg ik, jij gaat naar mijn. Ja. Wat doe je nou? Ja, soepel. Goed zo. Wat deed je nou? Was je nou mijn paard aan het knuffelen? Ja, stomme vliegen, Tess. Hallo paard. Volgens vraag of we op Tess mogen of op de gator en de trekker daarachter. Nee, dat mag niet. Daar ga je. Daar gaat het plan. Jammer, ja. Balen. We hebben 2 nieuwe paarden op stal. Wacht, stop. Ik wil even aan de andere kant. Kijk, we hebben 2 nieuwe paarden op stal. Die nekt dus. Wat is dat nou? Daar hebben we er nog één. Maar die kijk je best.
Ho! That one fake friend. Het is niet zo interessant als die andere. Nee? Nee. Oké, en door. Ik heb zojuist de kijkers gevraagd of we naar het zandpaden moeten of naar het bos. Dat heeft Laurent net al verteld. En ik heb nu gevraagd of ik op Fleur mag of dat een van ons mee moet op de fiets. Ik zal even kijken naar het antwoord. Oh, bijna iedereen zegt op Fleur, dus daar moet Fleur mee. Lucky you! Yes! Yes! En wat jullie niet mogen bepalen is dat ik dan op Fleur ga en dat Laurent Tess, omdat Fleur niet mijn paard is. Fleur is het paard van Lisa. En dus ja, dan moet Laurent maar op Tess. En dan ga ik ook even kijken, hebben ze trouwens het bos of het zandpad gekozen? Ja, dat weet ik niet. Oh, het bos. Ze hebben het bos gekozen. Nou, heb ik weer geluk. Dus we moeten naar het bos. En dan gaan we ook even vragen of we naar het springpad moeten. Springbos. Nee, 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 nee. Ik heb de kijkers net gevraagd of Laurent dit donkerblauwe dekje op moet zien. Of dit roze dekje. En tot nu toe staat roze voor. Maar kijk, roze met je polo. Laten we even zo gaan staan. Ja, dit is ook roze. Maar wow, dat is zon. Ja. Ja, dat matcht met je polo. Dus het is even de vraag of die of die. Je moet een roze paard, hè? Maar nee. Ik ben bruin. Ik denk roze. En voor Fleur doen we. Weet ik niet. Wat was je net aan het doen eigenlijk? Eitjes plukken. Eitjes plukken? Voor morgenochtend, voor bij het ontbijt. Lekker man. Hoor zo eitjes. Heb je het warm? Ik heb het een beetje warm, hè. Het is ook een beetje warm. Nee. En dan word je ook nog door je hoofd aan geschopt. Hé, hey, ja. Ik denk dat je er moet kriebelen, dat ze dat even wil. Dan moet je om. Nee, dit is ook niet fijn kriebelen. Zo, dit is... Oh. Oh. Welke geluiden? Ja, ik doe jou even naast, als ze in bed liggen. Dan krijg ik zo'n arm, zo'n bots op me. En dan is het, armpje kriebelen. Jullie hadden allemaal gestemd op dat Laurent een roze dekje op moest. Maar... Hij heeft dus nu het roze dekje op. Alleen, hé paard, alleen, je ziet hem helemaal niet meer. Because this is the pink one. And now it's a zebra. It's a zebra. Laurent, je bent wat vergeten. Laurent is vergeten die riempjes dicht te doen. Oké. Ik zal Laurent even op de kop geven. En hij heeft ook dingen meegenomen die helemaal niet mee moeten. Ik ben trouwens verkouden, jongens. Het is echt niet te zuinig. Zijn er meerdere mensen verkouden nu van al die airco en zo? Nou, Laurent gaat opstijgen, hoor. Hey, dit is lief. Nou, let's go. Stap maar, ik draai wel om. Wacht hem. Wacht hem. Even de beugel zoeken. Actie. Aan Tess. Ja. Ik zei, jij wil niet scherp worden, zeg je, er komt weer een scherp randje aan. Oké, nou we zijn dus nu in het bos en Laurent en Tess zijn daar en ik zit hier op Fleur. En ik heb net gevraagd aan de kijkers of dat Laurent de route mag bepalen of dat ik de route moet bepalen. Dus dan gaan we zo meteen even afwachten tot we het eerste stuk voorbij zijn waar er geen route te bepalen valt. Want we kunnen hier nergens anders heen. En dan gaan we even kijken. Laurent heeft trouwens het dressuurzadel op, want ik heb hier het veelzijdigheidszadel. Omdat Fleur het dressuurzadel niet past, want dat is niet Fleur's. Oh, dat is niet Fleur's zadel. Dus, wow, het lijkt mijn haar ineens lang zo. Dat is, hey, oh. Ja, dat voor mij ook. Voor mij lijkt het opeens heel lang. Lijkt mijn haar lang? Ja, dit voor mij ook. Jouw haar? Ja. Ja, die lijkt altijd lang. Ja, mijn beenhaar dan, hè. Oh, je beenhaar. Maar die zien we niet. Deze is super braaf. You and me. Nou, met zo'n, wat is dat? Mooi dat lip van achter. Memories, now the sun's come down like a river rushing away.
super knap. Gewoon alleen maar staan. Ja. Dat is gewoon makkelijk. Ik vind dat, tenminste, op een of andere manier ga ik automatisch staan. Ja. Goed man. Ja. Zo, ik heb net gevraagd of jullie vonden dat Laurent moest galopperen en jullie zeiden bijna allemaal ja. Dus Laurent heeft net gegalopeerd zoals jullie hebben kunnen zien. En daarna heb ik gevraagd of de paarden een beetje afkoeling verdiend hadden en of we dus het water in mochten. En jullie zeiden ook allemaal ja, dus daarom gaan wij nu het water in. Doei Laurent. Oh, ik vlieg er bijna af hier. Kom maar. Lekker. Oh, lekker hè. Ik ja, moet uit dat je deze beek kan. Ja, dat kan niet. Op een gegeven moment kun je niet meer verder. Oh. Ja, is dat smal om te draaien? Nee. Ja, je kan gewoon zo meteen niet meer verder. Het is een brug. Oh. Je mag heen lopen. Ja, doe maar. Oh, helemaal in de bush. Oh, dit zijn prikkels. Dat zijn prikkels. Zijn dat brandnetels? Oh, ja. Oh shit, daar kwam ik met mijn handen tegenaan. En weegt het bruggetje over. Zullen we terug? Lang leven blond zijn we dan. Lang leven blond zijn. Ben ik blond? Ik ben niet eens blond. Nou, we zijn terug op buitenrit. Van buitenrit. Hoe was het? Ja, keigoed. Keigoed, jongen. Keigoed. We hebben de paardjes even eten gedaan. En even de mensen afgespoeld. En dan kunnen ze zo lekker de wei op. En ik heb zoveel zin in vakantie. Ik ga backpacken in Portugal. We vliegen naar Lissabon. En verder hebben we zeg maar helemaal niks geboekt. Alleen de vlucht, dus dat is wel kei spannend. En wat ook wel leuk is om te vertellen met de meiden die ik ga zijn Merel en Madinja. En Madinja kennen jullie denk ik wel. Maar ik heb hem beide 5 jaar geleden leren kennen via Instagram. En ja, dat is op zich ook wel een dingetje. Heel veel ouders zeiden vroeger altijd van ja, social media is vet gevaarlijk en zo. En ik snap natuurlijk dat er een gevaarlijke kant aan zit. Maar als je gewoon echt de juiste mensen in de juiste community ontmoet, dan weet je ook dat je ook gewoon hele leuke mensen kan ontmoeten. En dat er bijvoorbeeld dit soort vriendschappen nu uit zijn gekomen, zodat bijvoorbeeld we dan samen op vakantie gaan. En dan is echt zo van, wat? Vriendschappen? Ja. Wat vriendschappen? Met Merel en Madinja. Ja. Zijn dat geen vriendschappen? Ja. Ik dacht dat je het over ons had. Ik denk, wat krijgen we nou weer? Wat krijgen we nou weer? Er gaat een paard liggen. Daar heb ik echt super veel. Kijk, dat is een afleidingsmanoeuvre. Nou, zie je lekker weg. Nee, maar daar heb ik echt heel veel zin in. En ik ga denk ik nog maar even op Instagram vragen of Laurent nog moet uitmesten. Oké. Nee, oké. Dat zal ik dan maar niet doen. Dan moet je uitmesten dan. Doe wij? Ja. Zal ik dat even op Instagram vragen? Mijn excuses. Wow, ik zie helemaal niks. Wij brengen de paarden naar de wei. Daar is Fleurtje. En het is ondertussen 10:05. Wat? Hè? Wat? Ja, nee, ik wou net zeggen 10:05 alweer. 10:05. We zouden nog wat drinken met onze huisgenoot. Met mijn huisgenoot. Ah, ik kan zo meteen ook nog wel, hè? Vacation. We have vacation. Ja, het is bouwvak van Laurent, dus daarom is die vrij. En Fleur gaat even in de ene wei. En dan gaat Tess in de andere wei. Want Tess en Fleur staan niet bij elkaar in de wei. En ik vertelde net aan een stalgenootje, wat misschien ook wel grappig is, ik weet niet of jullie het weten,
Maar ik heb Fleur samen met Lisa ingereden. Fleur kwam bij ons en toen was ze nog helemaal groen. En nou ja, groen zoals grijs of zwart. En Fleur kende nog niks. En toen heeft Fleur ingereden en ik heb zelfs met Fleur wedstrijden gestart in springen. En dat was echt heel erg leuk. Helemaal omdat ik toen van Tess, met Tess van de eigenaar niet mocht springen, mocht ik wel springen met Fleur. Dat is heel leuk. En dan ging ik op wedstrijd met twee paarden tegelijk. Maar nu is Fleur wit en Fleur is heel anders. Tess is trouwens ook een ander paard, maar het is gewoon, ja, ik weet niet. Fleur is nu niet echt meer een paardje dat ik nu zou meenemen op wedstrijd. Tess trouwens ook totaal niet. Maar dat was toen moest dat van de eigenaar. Maar ja, ze heeft nu een andere eigenaar. Nou, inmiddels zijn wij thuis en Laurent zit daar te chillen. En wij zijn hier. Ricardo is mijn huisgenoot en hij wilde de video afsluiten. Nou, wat heb je te zeggen? Weet je hoe we hem afsluiten eigenlijk? Met hashtag happy. Of hashtag Rico moet paardrijden. Ja, willen jullie nou ook dat Ricardo een keer gaat paardrijden? Laat het dan zeker achter hieronder in de reacties. Dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doeg! Doeg! Doei, Laurent. Doei!